De aantrekkingskracht van de maan, de zon en de draaiing van de aarde zorgen 2 maal per etmaal voor eb en vloed. Deze getijdenbeweging heeft het Waddengebied gevormd en laat het er steeds weer anders uitzien. Het getij heeft onder andere effect op de temperatuur, het zout- en zuurstofgehalte van het zeewater en op de aan- en afvoer van het sediment. Dit zijn de zogenaamde abiotische, oftewel niet levende, sturende factoren in het ecosysteem. De getijdenbeweging zorgt er ook voor dat er met vloed voedselrijk water vanuit de Noordzee de Waddenzee instroomt. Het water zit vol met voedseldeeltjes en micro-organismen, zoals plantaardig en dierlijk plankton, waarop de voedselpyramide is gebouwd. Maar het getij vormt de Wadden. Elke keer wordt er zand en klei aangevoerd en ook weer meegenomen. Zand- en slikplaten worden opgebouwd of juist afgebroken. Geulen worden verlegd en kwelders ontstaan en verdwijnen. Dit maakt het gebied heel dynamisch. Overdag of 's nachts. Het getijde stuurt de activiteit van alle organismen. Het bepaalt het ritme van het Wadden-ecosysteem.